Ik heb iets gemaakt waarmee je van oud papier nieuw papier kan maken. Je doet het papier doe je er aan de bovenkant in en dan wordt het pulp. En dan kan je dat weer laten drogen en heb je weer nieuw papier. Dit is het. Hierboven doe je er papier in. En dan zijn dit gewoon extra dingen. Die moeten eigenlijk een beetje iets meer verstopt. Maar deze plank die kan je naar beneden halen. En dan laat je papier geplet. En hier moet de papierpulp komen. En dan kan je het pletten en dan haal je dit eruit. En dan kan je het laten drogen. Dit is belangrijk, want er wordt best veel papier weggegooid. En op deze manier dan zou je het zelf kunnen recyclen. Zonder dat je het hoeft weg te brengen en zo. Dus dan kan je het gewoon zelf nieuw papier ervan maken. Ja, ik vond het leuk om dingen te bedenken en te maken. En ik denk dat ik misschien dit voor thuis ook nog wel een keertje ga maken. En ik vind dat het er ook best mooi uitziet. Alleen is het wel duidelijk te zien dat dit nog het prototype is en dat hij het nog niet op deze manier zou doen.